ben Sebastian. Ik ben bijna 20 jaar. Ik studeer aan het Conservatorium van Antwerpen voor klassieke muziek met het instrument accordeon. Op mijn 10e verjaardag eigenlijk heb ik dan de accordeon leren kennen. Mijn meester kwam toen langs voor mijn verjaardag. En die had toen ook pas een accordeon gekocht en leren spelen ook. Ja, dat lag mij ook super goed. Ik vond dat super leuk, die klank, al die klanken die je daar kon uithalen. Dat was echt zo mijn ding. Mijn leerkracht is eigenlijk een heel grote inspiratiebron voor mij. Omdat hij laat mij zien hoe dat ik tot een bepaald resultaat kan komen. Het is eigenlijk vooral de bewustwording van je instrument en waarom dat je bepaalde dingen speelt. Voor welke reden en welke gedachte erachter zit. Het zijn zo die dingen die heel belangrijk zijn in de muziek. Voordat ik naar de kunstmanoeuvre ging, was mijn hobby eigenlijk muziek. Dus ik heb ook van mijn hobby mijn studie gemaakt en ik ga daar waarschijnlijk ook later mijn werk van maken. En dus je hebt nog wel een manier nodig om u te ontspannen. En dat is dan fotografie geworden. Ik kan wel zo soms eens vloeken op een stuk of een deel van een werk of zo. Dan ga ik gewoon eens lopen of zo en dat het allemaal eruit is. Maar ik heb niet zoveel frustraties. Ik ben heel redelijk gelukkig. Ik denk een jaar nadat ik ben begonnen of zo, pakte mijn mama een viool en die begon zo gewoon mee te spelen, gewoon erover te improviseren. En dan zo hadden we eigenlijk geleidelijk aan, zo, waren we zo'n heel programma aan het opbouwen eigenlijk, om concerten te spelen of om gewoon samen te spelen. De klassieke muziek studeren heeft ook een heel groot effect op je lichaam. Dus al die etterlijke uren studeren zorgt ervoor dat er veel stress op je lichaam komt, dat er veel geoefend echt wel een fysieke kracht uit op je lichaam. En dat kan dan ook uit balans geraken. En dat is wel heel belangrijk als je daar ook van plan bent om later nog veel te doen, dat je dat goed onderhoudt, want anders kun je later zelfs problemen krijgen. Dat je zelfs niet meer kunt spelen gewoon. Ja, al dat studeren, dat is meestal niet leuk. Zeker als je geen leuke stukken moet spelen. Maar als je dan bepaalde stukken speelt, die je dan wel heel leuk vindt, voor een publiek, dan vallen al die uren studeren, dat valt eigenlijk allemaal weg. Dan wordt dat zo echt. Dan wordt dat in het moment wordt dat gemaakt en dan wordt dat niet gestudeerd. Ja, het liefst van al, ik denk dat elke muzikant dat wel zou willen, is gewoon als solo-muzikant met een groep of zo, toeren in Europa, weet ik veel, heel de wereld of zo. Dat zijn echt wel heel wilde dromen.